als mijn vrouw mij vraagt, Gabe, maak even een kopje koffie. Oh, dan dacht ik altijd, oh nee, dan wil ik zo in die pan of in die ijzeren ketel om die melk op te schuimen. Dan lukt dat weer niet, kook het weer over. Heb ik het weer niet goed gedaan? Dus toen dit apparaat op de markt kwam en wij bij mezelf in het wit. En hij zei uiteraard ook, zoals je op het plaat zag, in het zwart. Toen was ik eigenlijk heel erg gelukkig en werd ik eigenlijk gewoon mijn vrouws persoonlijke barista. Want je vult hem gewoon met melk tot waar het aangegeven staat. Je kan gewoon niks louten. Je drukt op het knopje, er zit verder geen enkel knopje op. Het is gewoon een knopje aan. En hij maakt gewoon de melk en het is echt dik en het komt er goed uit. En een beetje, en het is warm genoeg, je kan het zelfs drinken. Het is niet heet, het kookt niet ofzo. Je maakt er gewoon perfecte melk bij de koffie. Voor als je vrouw koffie verkeert of hoe dat ook mag heten in barista termen. Daar ben ik dan nog niet. Maar ik ben wel op het punt dat ik gewoon een heerlijke koffie voor mijn vrouw kan maken. En ik het gewoon lekker kan verrassen. Als ik denk, kom ik ga eens even een kopje koffie zetten. Dan is het niet meer zo'n knullig bakkie van een man. Maar dan is het gewoon een echt bakkie van een barista.